mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Kelly Konijn. Het is de avond van een heerlijke dag. Peppa en George hebben de hele tijd gespeeld met Kelly en Kareltje Konijn. Tijd om te gaan, mijn kleine konijntjes. Oh, maar we willen nog langer spelen, mama. Misschien morgen wel. Mogen Peppa en George dan bij ons komen spelen? Ja hoor. Hoera! Waarom huilt Kareltje zo? Hij vindt de trap gewoon nog een beetje eng. Waarom? Omdat wij thuis geen trappen hebben. Wat? Geen trappen? Inderdaad, dat zie je morgen wel. Tot snel. Tot snel. Het is ochtend. Peppa en George gaan vandaag naar het huis van Kelly Konijn. Mama Big mag rijden. Dan kan ik de kaart lezen. Weet je het zeker, papa Big? We verdwalen altijd als jij aan het kaart lezen bent. We verdwalen heus niet. Oké. Is iedereen er klaar voor? Ja, mama Big. En we gaan! Peppa en George zijn erg opgewonden. Ze zijn nog nooit bij Kelly en Kareltje thuis geweest. Papa, zijn we er al bijna? Volgens de kaart staat het huis van Kelly op de volgende heuvel. Ik snap er niks van. Hier zouden Kelly en Kareltje moeten wonen. We zijn verdwaald, want ik zie hier alleen een worteltjestuin. Waar zou het huis van Kelly zijn? Wil je in mijn slaapkamer spelen? Slaapkamer? Waar is je huis dan? Peppa kan het huis van Kelly nergens ontdekken. Deze heuvel is ons huis. Dit is een konijnenhol. Oeh, wil je het zien? Tot strakjes. Ja, tot strakjes. Kom maar binnen. Wij hebben geen trappen, maar tunnels. Wauw. Dit huis is een beetje anders dan dat van Peppa. Hier is de slaapkamer. Wauw. Je hebt een bed en een groot raam en een boel speelgoed. Net zoals wij. Natuurlijk. Jouw huis is leuk. Was ik maar een konijntje. Weet je wat? Zal ik jullie leren hoe je een konijntje moet zijn? Ja, graag. Eerst moet je snuffen met je neus en piepen. Kijk zo. Heel erg goed, Peppa Konijn en George Konijn. Peppa vindt konijn zijn leuk. En George vindt konijn zijn ook leuk. Konijnen zijn dol op wortels. Verrukkelijk. Nom, 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 nom. Verrukkelijk. Bleh. George vindt wortels maar niks. Hij wil het niet eens proberen. Geeft niks. Dan hebben wij meer. Zeg Kelly, wat vinden konijnen nog meer fijn? Konijnen huppen graag. Kom maar mee, dan doe ik het voor. Huppen maar. Konijnen zijn dol op huppen. Jullie zijn net konijnen. Komen jullie eten, kinderen? Mama en papa konijn hebben de lunch klaargemaakt. Kelly heeft ons geleerd hoe we een konijn moeten zijn. Ho, ho, ho. Dan hou je vast van onze lunch. Hier zijn wij dol op wortels. Verrukkelijk. Verrukkelijk. Bleh. George eet dus geen wortels. Oh, echt, George? Ik dacht dat jij een konijn was. Konijnen zijn dol op wortels. Mmm. Wauw, George eet zomaar een wortel op. En dit is onze lievelingstaart. Worteltjestaart. Hoera! Mmm, worteltjestaart. George is nu een echt konijnenkind. Verkleden. Peppa en George spelen in papa en mama's slaapkamer.
Wat is dit? Peppa vindt een doos vol oude kleren. Wauw. Dit is papa's hoed. En dit is mama's jurk. George, laten we ons als papa en mama gaan verkleden. Hier is papa's hoed. En hier is papa's jas. Hallo, papa Big. Nu is het mijn beurt. Dit is mama's jurk. Dit is mama's hoed. Papa Big, waar zijn je schoenen? Ik moet nu ook schoenen hebben. Nu moet ik er nog mooi uitzien. Net als mama. Peppa heeft mama's make-up gevonden. Aha. Eerst een beetje poeder. Prachtig. Nu nog wat lippenstift. Wat een mooie mama Big. Kom, papa Big. Je moet nu naar je werk. Mama Big werkt op haar computer. Hallo, Peppa. Hallo, George. Neemt u me niet kwalijk. Peppa, ik zei alleen gedag. Ik ben niet Peppa Big. Ik ben mama Big. Oh ja, natuurlijk. Hallo, mama Big. Hallo. En dit is papa Big. George. Hé, hallo, papa Big. Het spijt me, ik heb nog een hoop werk te doen. Hallo. Ja? Doe dit, doe dat. Nee, dank u. Tot ziens. Peppa vindt het leuk om te doen alsof ze mama Big is. Maar George verveelt zich een beetje. Sorry, papa Big. Ik ben bijna klaar. Kijk, het is af. Kom op, papa Big. Je moet nu naar je werk. Tot ziens, papa en mama Big. Tot ziens. Papa Big is in de tuin aan het graven. Hallo, Peppa. Hallo, George. Ik ben Peppa niet. Ik ben mama Big. En dit hier is papa Big. Papa Big is hier om te werken. Wat aardig van u, papa Big. Maar voorzichtig, het is een heel erg diep gat. Je staat toch zeker niet te graven in je allermooiste pak, hè, papa Big? Nu maak ik ook zo'n grote knor. Jongens, ijsjes! Ijsjes! Peppa, George, ik wil dat jullie wel eerst die modderige kleren uitdoen. Ik ben mama Big en dit is papa Big. Is het heus? Ja. Maar waar zijn Peppa en George? Weet ik niet. Oh, wat jammer nou, want ik heb hier hun lievelingsijsjes. Tja, als ze er niet zijn... Hier zijn we! Peppa, George. Nou, ja zeg. Ja, mama. We deden net alsof we jullie waren. Daar trapten we mooi in. Het mysterie. De hele familie Big kijkt naar hun lievelingsprogramma Detective Pomfrito. Ik ben de wereldberoemde detective Pomfrito. Oeh. Oh, help mij, monsieur detectief. Ik kan mijn bloem echt nergens vinden. Jouw bloem zit bovenop jouw hoofd. Oh, dank u, monsieur detectief. Dat is makkelijk. Dat kan ik ook wel. Dat denk ik ook, Peppa. Papa, als ik groot ben, wil ik een beroemde detective worden.
Dat lijkt George ook wel wat. Als jullie detective willen worden, dan hebben jullie een hoed nodig. Detectives hebben altijd een hoed op. Nu zien jullie eruit als twee echte detectives. We moeten ook nog zo'n grappig ding hebben, waardoor alles veel groter lijkt. Dat is een vergrootglas. Er ligt er zeker eentje in de keukenla. Kijk eens aan, een pracht van een vergrootglas. Wauw! Hoe werkt dat? Als je het ergens voorhoudt, dan lijkt het groter. Door het vergrootglas ziet het visje er veel groter uit. Mag ik ook een keer? Wauw! Door het vergrootglas lijken de ogen van George reusachtig. Nu hebben jullie detectives alleen een mysterie nodig om op te lossen. Papa, wat is een mysterie? Een mysterie is iets dat detectives kunnen oplossen. Zoals iets vinden dat kwijt is. Ik weet iets. We zoeken de speelgoeddinosaurus van George. Want die is namelijk echt altijd kwijt. Dinosaurus. Maar de dinosaurus is niet kwijt. Oh, wat dacht je dan van jouw bril, papa? Die ben je echt altijd aan het zoeken. Oh, maar niet vandaag. Kijk maar, ik heb hem op. Het is niet eerlijk. Er is helemaal geen mysterie. Zal ik een mysterie voor jullie bedenken? Ja, graag. Papa Big gaat meteen aan de slag. Goed, wat staat er op tafel? De vissenkom, Teddy, een springverenpop en meneertje dinosaurus. Dat klopt. Kijk nog maar even goed en probeer ze allemaal te onthouden. De vissenkom, Teddy, een springverenpop en meneertje dinosaurus. Weet je ze allemaal? Ja. Oké. Dan mogen jullie nu eventjes naar buiten toe. Ik roep wel als ik klaar ben. Het klinkt alsof papa naar boven toe gaat. En nu komt hij weer naar beneden. Oké, jullie mogen weer naar binnen toe. Er is één ding van de tafel verdwenen. Weten jullie wat? Meneertje dinosaurus is er. Vissenkom, springverenpop. Dus wat is er weg? Teddy! Dat klopt. Teddy is weg. Goed gedaan, Peppa en George. Dat was niet zo moeilijk, hoor. We zijn beroemde detectives. Maar dit is pas de helft van het mysterie. Waar is Teddy naartoe? Oeh, dat weet ik niet. Wat liggen daar voor dingetjes op de grond? Koekkruimels. Door het vergrootglas zijn de koekkruimels goed te zien. Zou Teddy misschien koekjes hebben gegeten? En de kruimels gaan deze kant op. Teddy heeft echt een hoop koekjes gegeten, zeg. Ze volgen het kruimelspoor helemaal tot in hun slaapkamer. Kijk, hier stoppen de kruimels. Maar waar zou Teddy nou zitten? Stel me maar wat vragen. Maar ik antwoord alleen met ja of nee. Oké. Is Teddy in deze kamer? Ja. Zit Teddy in het bed van George? Nee. Zit Teddy ergens heel hoog? Ja. Teddy zit in mijn bed. Hoera! Het mysterie is opgelost. Wil je later als je groot bent nog steeds detective worden, Peppa? Detective zijn is toch best wel moeilijk. De volgende keer wil ik degene zijn die het mysterie bedenkt. Net zoals jij, papa. Thank you.